deze week mogen we op vrijdagavond gaan voetballen. Dat is toch wel weer even wennen, denk ik. Ja, vreemd. Ook een klein beetje ongelukkig, omdat je dan inderdaad naar Enschede moet op vrijdagmiddag in de file. Of we gaan wel iets eerder, hoor. Dus het heeft wel iets, hoor, vrijdagavond. Sowieso s'avonds voetballen vind ik wel heel fijn. Maar ja, vrijdag is niet heel gelukkig dit keer. Betekent dat ook iets voor je voorbereiding in zo'n week? Ja, de week ziet er wat anders uit. We hebben geen vrije dag gehad deze week. Dus maandag twee keer op start en dan inderdaad doorgegaan. En dan zaterdag ook nog een zondag vrijdag. Dus dat vooral. Er zijn nog een paar wedstrijden gegaan tot aan de winter. Maar wel belangrijke wedstrijden. Ook gezien, ja, die verschillen die lijken wel steeds kleiner te worden op die ranglijst. Ja, het is heel klein maar voor elkaar natuurlijk. Heel vaak gezegd vandaag ook. Ja, iedereen is hartstikke positief, dat is fijn. Alleen, ja, we staan er aardig voor, maar niet meer dan dat. Dus ja, zoals je merkt, je wint niet zomaar een potje. Hè? Dat roep ik altijd, overwinningen zijn duur. Elk puntje koester je. Nou, dat zie je nu op de stand natuurlijk. Er staan nog ploegen onder je die normaal gesproken NEC, Utrecht, die daar wel weg gaan komen, verwacht je. Dus ja, elk punt is echt goud waard. Ja, en hoe kijk je dan bijvoorbeeld terug op dat punt tegen RKC Waalwijk? Nou, dat. Wat ik al zei, gewoon een van onze mindere wedstrijden. Dus daar hebben we het heel goed over gehad. Dat doen we altijd. Maar in dit geval vond ik met name de communicatie, zowel verdedigend als aanvallend, gewoon heel matig. Dus daar lag de nadruk deze week op. Dus ja, uiteindelijk wel knap. Ook als je minder speelt, dat je dan toch weer twee goals maakt. Dus dat is wel iets wat we dit seizoen hebben. Ten opzichte van voorseizoen dat het wel heel, heel, heel prettig is. Dus uiteindelijk was ik wel heel blij met mijn puntje. Je lijkt eigenlijk altijd wel te scoren. En die vrije bal was natuurlijk wel een hele vrije manier om op 2-2 te komen. Ja, zeker omdat je weet wat erachter zit. Wat Gio is daar vaak mee bezig. En dan ook dat hij maakt. Dat is wel mooi. Past ook in zijn ontwikkeling die hij doormaakt. Dus dat puntje daardoor zie je dat je dat gewoon oefening helpt. En dat is een mooi signaal. FC Twente is wat dat betreft natuurlijk een hele andere tegenstander dan RKC. En een hele lastige tegenstander ook, denk ik. Ja, klopt. Ik ben zelf zondag even naar Eagles Twente geweest. Omdat de twee komende tegenstanders waren. Dus me even, even live even zien. Ja, zie je gewoon twee goede ploegen. En naar Twente kwam heel snel voorsprong. Veel leiderschap binnen het team met Preupen. Goede spits, Ugalden. Voor wat creativiteit vanaf middenveld. Veel diepte. Nou ja, en je weet thuis. Ja, ze zijn supersterk. Ik vind het wel een van de leukere uitwedstrijden. Geweldig stadion, geweldig sfeer. Echt Engels. Dus daar kijken we heel erg naar uit. Maar wel één die lastig te winnen is. Dat blijken ook de resultaten dit seizoen weer. Ja, nee, dat is duidelijk. Ik bedoel, als je daar een punt kan pakken, doe je het al geweldig, zeg maar. Dus dat is een hele zware wedstrijd. Met veel kwaliteit tegen de onderkant. Ja, en NEC heeft er pas ook 3-3 gespeeld. En dat is best wel een aardige ploeg. Maar daar konden wij ook van winnen. Dus het is zeker niet onmogelijk. Hoe staat de ploeg ervoor? Ja, redelijk. Toch wel wat paantje fit. Jim gaat er nog niet bij zijn. Sandra is een twijfelgeval. Dus in die zin missen we misschien wel wat. Dus zijn we eigenlijk wel op een aantal posities erg dun op het moment. De puzzel ligt dan vooral op het middenveld voor morgen. Ja, dat klopt. Dus daar hebben we op getraind. Dat gaan we invullen. Dus we hebben zeker nog kwaliteit op de bank zitten, mocht dat nodig zijn. Dus alleen daarna, ja, als dat tegen zit, hebben we geen middenvelders meer op de bank, zeg maar. Dus dat is wel lastig.